En tenslotte de heer Van Houwelingen. Aan u het woord. Ja, dank u, voorzitter. Twee moties. De Kamer gehoord de beraadslaging spreekt uit dat de energiecrisis het gevolg is van het afschalen van gaswinning uit Groningen, de afschaling van kolen- en kerncentrales en de eropvolgende afhankelijkheid van gasimport uit het buitenland en onvoorspelbare zon- en windenergie en gaat over tot orde van de dag. Dank u wel. En tot slot, de Kamer gehoord de beraadslaging overwegende dat de belastingverlaagde maatregelen voor energie slechts tot eind dit jaar gelden, overwegende dat veel Nederlanders financieel reeds het water aan de lippen hebben staan en dat dit niet per januari 2023 zal veranderen, verzoekt de regering om alles in het werk te stellen om de belastingen en heffingen structureel te verlagen en gaat over tot orde van de dag. Dank u wel. U heeft twee interrupties. Ja. Allereerst de heer Van Wijenberg. Nee, voorzitter, ik heb geen interruptie, maar een punt van orde. Volgens mij zijn beide moties gaan niet over de ECOFIN en de Eurogroep en de EMU, maar over het beleid waar we volgende week de financiële beschouwingen over hebben. Dus volgens mij zijn deze beide moties, die prima kunnen worden ingediend bij de AFB, gewoon echt niet binnen de orde van het debat over de ECOFIN en de Eurogroep. Helder. De heer Heijnen. Ja, voorzitter, ik heb hetzelfde punt. En als de heer De Houwelingen bij alle debatten is, dan zou hij ook weten dat dit buiten de orde van het debat is. Meneer Houwelingen, het klopt inderdaad dat beide ingediende moties buiten de orde van het debat zijn. Uw reactie? Ja, mijn reactie is dat we volgens mij ook in het debat over de energieprijs hebben gesproken en dat dit in de portefeuille van de minister valt. Dus ik vind het niet heel vreemd om dit hier nu in te dienen. De heer Van Wijenberg. Ja, voorzitter, er valt wel meer in de portefeuille van de minister. Maar ik kijk nu echt naar u om ze buiten de orde te verklaren. We hebben volgens mij afspraken hier wat we waar doen. Ik vind dit moties die de heer Van Houwelingen bij de AFB of bij de APB prima had kunnen indienen, maar als we het op die manier gaan doen, dan halen we ook de orde hier gewoon van tafel. En ik kijk echt naar u als voorzitter. Meneer Heijnen? Ja, dank ook voor de toelichting van de heer Van Houwelingen. Alleen feitelijk is dat onjuist. De debatten hebben we over een ander onderwerp gevoerd, dus deze onderwerpen waren daar niet bij betrokken. Dan is het dus ook niet gepast om daar op deze onderwerpen moties in te dienen. Helder. Het is inderdaad zo dat ze buiten de orde zijn van het debat. Ik ga het even helemaal na. U mag nog even één keer reageren. De korte reactie. Ik heb wel vaker gezien dat moties veel verder van het orde van het debat zijn ingediend hier. Dus dit is weer een voorbeeld, denk ik, dat er selectief wordt opgetreden. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ik zal u de lijst in toekomen van moties. Ik zie nogmaals twee interrupties. Voorzitter, de heer Van Wijenberg. Ik heb geen interruptie. Ik heb een vraag nu om ze buiten de orde te verklaren. En de heer Van Houwelingen is denk ik de laatste die iets over hoe we parlementair met elkaar omgaan aan anderen moet zeggen. Meneer Van Heijnen. Ja, wat ik zo jammer vind is, ik ken de heer Van Houwelingen, ook achter schermen spreken we elkaar. Valt me het op dat de heer Van Houwelingen heel goed weet hoe de regels werken. En ik heb dan toch het gevoel dat dan bewust over de grens wordt gegaan. Dan worden wij gedwongen om dat ook aan te geven. Dit is buiten de orde van het debat. En dan kan de heer Van Houwelingen volgens zeggen, ja kijk eens, iedereen is tegen mij. En dat trucje, dat begin ik wel een beetje beu te worden. Dus ik zou aan de heer Van Houwelingen vragen, u heeft alle recht die moties in te dienen. Volgende week hebben we de algemene financiële beschouwingen. Daar kunt u nogmaals deze motie indienen. Daar gaat dit niet om. Maar het gaat hier om wel dat wij motie indienen in een lijn met een debat die wij hebben gevoerd. En u moet ook toegeven, zeg ik via de voorzitter, dat hier niet het geval is. Heel helder. Meneer Van Houwelingen, u heeft twee hele goede suggesties gekregen waar u deze motie opnieuw kan indienen. Mocht u dat niet doen, dan ga ik ze wel buiten de orde van dit debat verklaren. Dus bent u van plan ze ergens anders in te dienen? Dan? Bij bijvoorbeeld inderdaad algemene financiële beschouwing, we zullen moeten. Helder, dan constateren wij dat deze moties allebei niet zijn ingediend. Ik kijk even naar de bewindspersoon. Ik ga er vanuit dat u